Mevrouw Bussemaker, onze minister, die heeft cultuureducatie als prioriteit. Het mag ook weer kunst zijn. Ik ga iets vertellen dat we de kinderen in het speciaal onderwijs vergeten zijn in het cultuuronderwijs. Dus dat is mijn presentatie. Ik heb bij de SKVR gewerkt 9 jaar en we hadden daar een kunstmenu en projecten en eigenlijk deden we in het reguliere onderwijs en in het speciaal onderwijs precies dezelfde projecten en dat vonden we eigenlijk heel erg goed. Achteraf dacht ik, hebben we daar eigenlijk wel goed genoeg over nagedacht? Want kinderen met een beperking zag je heel weinig in de vrije tijdskant. Ik zat in de commissie met de onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, wat bedacht heeft, het cultuuronderwijs moet weer in het hart van de school. En ook daar werd heel even gesproken over het speciaal onderwijs, maar daar was allemaal geen tijd voor, dus het gaat over het regulier onderwijs. Ook achteraf dacht ik, is dat nou wel goed? En toen ben ik eens naar een aantal regelingen gaan kijken. En de cultuureducatie met kwaliteit, van de 54 aanvragen zijn er maar 7 die een verwijzing hebben naar het speciaal onderwijs. De CJP-kaart is niet voor kinderen in het speciaal onderwijs. CKV is op 50% van de scholen in het speciaal onderwijs. Er komt nu een themaonderzoek van de inspectie. En ook dat heb ik gecheckt bij de inspectie. Het speciaal onderwijs doet niet mee. Nou, zo kan je het rijtje nog wat langer maken. En een ambtenaar die ik daarna vroeg, die zei ook, het is een vergeten groep. Als ik zo doe dan. Voor mij was dat de aanleiding, nadat ik Aaltje ontmoet had en Carolien, om gewoon kinderen te gaan interviewen. Dit is Timo. Timo was toen ik hem sprak, 2 jaar geleden was hij 13, hij is hier 15, deze foto is recent gemaakt. Hij zat toen net in de brugklas van een lyceum en hij mocht spelen in een talentenband die school had georganiseerd. Hij ziet heel slecht, zijn motoriek is ook heel slecht. Hij is ook begonnen op het ZMLK. Maar zoals hij zelf zei, op een gegeven moment kreeg ik geen indicatie en ik moest van school af. En toen ging hij naar het reguliere basisonderwijs, waar geen muziek was. Zijn vader is muzikant, dus die voedt hem echt op met muziek. En ook omdat hij dus heel weinig ziet, denkt zijn vader, dat is goed voor zijn ontwikkeling. Al zijn boeken zijn gesproken, ook de scheikunde, ook de natuurkunde. Alles neemt hij op via het gesproken woord, dus dat is een mooie training. Ik sprak hem 2 weken geleden nog een keer en toen vertelde hij, vond ik erg mooi, dat hij heel erg van jazz hield, want dat zit eigenlijk niet in de lessen die hij heeft en ook zijn vader houdt helemaal niet van jazz, dus hij heeft door die muziek ook een eigen idee gevormd wat hij heel erg mooi vindt. Zijn vader ziet die training in de muziek heel erg voor zijn toekomst, hij wil misschien rechten gaan studeren als dat lukt. En hij speelt in de kerk en door het spel in de kerk is hij gewoon een gezien persoon in die gemeenschap. Dus de muziek neemt hem ook mee naar een omgeving waar hij volwassen is. Want ik vroeg hem ook nog, wat lees je nou? En toen zei hij, nou eigenlijk vind ik het mooiste boek Snuf de Hond. En dat is echt in emotie een leeftijdsgraadje lager. Maar je ziet dat die muziek hem heel veel brengt. Dit is Janice, die zit op de school waar Aaltje ook een klein filmpje over had. Zij was toen ik haar interviewde 17 jaar. Zij zit op de Laudi, dat is cluster 3. En zij heeft enorm veel last van angststoornissen. Soms, of eigenlijk meestal komt ze op school dat ze niet kan functioneren, dat ze heel lang gesloten zit voordat ze weer bij kan komen. Ze heeft parkieten. Toen ze begon te vertellen over de parkieten, konden we echt het gesprek verder voeren. En ze vertelde eigenlijk als ze thuis komt, 's middags, dan is ze zo in de war, en dan pakt ze muziek met een koptelefoon en gaat ze zitten. En ze zegt, als ik muziek hoor en een tijdje zit, dan kan ik weer leven, dan voel ik me gelukkig. Dan zoek ik muziek die ik prachtig vind en kan ik weer genieten. De school heeft inmiddels dat ook ontdekt. Dus als ze 's ochtends op school komt en het
Dus ze is ontregeld en mag ze gaan zitten met de muziek. Deze school doet gelukkig heel veel aan kunst. Dat is bij Tibor niet het geval. Hij heeft vanaf dit jaar geen muziek meer. Maar deze school doet heel veel. Chadice die mocht ook optreden, dus ze heeft haar ultieme moment gehad op school. En ze hebben met haar geoefend eerst in de docentenkamer. Vervolgens is ze op de gang gaan zingen. Vervolgens is ze alle klassen langs gegaan, eerst in de deuropening. En vervolgens heeft ze in alle klassen gezongen. En uiteindelijk haar ultieme moment was voor 200 mensen als publiek op de grote feestavond van de Lauwe. Nou, dat is toch fantastisch als juist die muziekvormen en ook andere kunstvormen zo'n plek geven voor kinderen. Dus ik was benieuwd, hoe zit dat nou precies in het speciaal onderwijs? Ik ga jullie dat vertellen, dit is recent en ik dacht, nou ja, ik zou vertellen over dit, maar ik ben nog zo zelf opgewonden, zou ik maar zeggen, over deze resultaten. Hoe eenvoudig ze ook zijn, dat ik dacht, dat vind ik leuk om met jullie te delen. Dus mijn vraag was, wat zijn nou die kenmerken van het cultuuronderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs? En daarmee bedoel ik niet het basisonderwijs en ook niet het speciaal basisonderwijs, want dat zie ik nog als onderdeel van het regulier onderwijs. Dat heeft nog de doelstellingen van het primair onderwijs. Dus het gaat over de scholen met een cluster. En dan eindig ik met wat gevolgen voor het beleid die ik zelf verzonnen heb om met jullie te delen. Ik begin hier met de cultuurcoördinator, omdat dat vaak wordt gezien als wig, hè, als motor. Maakt iedereen in Nederland reclame voor, daar moet het mee beginnen. In de monitor, ik hoop dat jullie het kennen, er is een landelijke monitor die kijkt hoe is het cultuuronderwijs in het regulier onderwijs. Wordt het speciaal basisonderwijs wel meegenomen, maar het speciaal onderwijs dus niet. Daar deed ik toch apart. De gemiddelde Nederlandse cultuurcoördinator heeft 45 minuten. Amsterdam heeft daar extra op ingezet met het basispakket. Dan zie je opeens dat het 2 uur is en nog een aantal minuten. En op het speciaal onderwijs is wel 75% van de scholen zeggen in mijn enquête dat ze een cultuurcoördinator hebben. Maar een derde daarvan heeft geen uren. Dus ik heb er wel een half uurtje bij gezet, omdat dat half uurtje is het gemiddelde van iedereen die niet die nul had ingevuld. Dus dat is heel erg weinig. Toen dacht ik, nou, ik ga eens kijken naar iets wat in het vorige beleidsplan in feite zat. En dat was het maken van een plan, zodat je als school, of nou in de schoolgids is of apart, maar dat ergens te vinden is wat de visie van de school is. Dan zie je dat bij het emmetje, dat is weer het regulier onderwijs in de monitor, in het speciaal basisonderwijs, zie je het effect. Die noemen allemaal dat ze dat plan hebben, of niet allemaal, maar een meerderheid. En in het speciaal onderwijs is dat minder. En er is een hele grote groep in het speciaal onderwijs die wel zegt het te willen ontwikkelen, maar ook een hele grote groep die zegt dat niet te doen op dit moment. Nou zegt het natuurlijk niks of ze het doen, maar het is weer een indicatie van hoe staat het voor. Meer inhoudelijk wordt geëvalueerd, dus ik dacht, daar wil ik ook naar kijken, omdat de meeste scholen de evaluatie toch echt inzetten om te verbeteren, te verbeteren, te verbeteren. Nou, dan zie je dat het speciaal basisonderwijs achterblijft bij het regulier. De scholen die het wel doen, vond ik heel erg positief, ook wat ik in het interview hoorde, omdat ze zeggen, wij leggen heel veel, besteden heel veel tijd aan de voorbereiding en we besteden dus ook heel veel tijd aan de terugkoppeling, hoe is het gegaan. En dat is heel erg gericht ook op hoe hebben de leerlingen het ervaren. In het reguliere onderwijs zie je vaker dat het over de organisatie gaat. Hier ging het in de interviews echt over de leerlingen, vond ik heel positief. Ik vroeg ook op een bezoek in Drenthe van, gaat het wel eens mis? En het was ook een school die zei, het is heel erg belangrijk om er heel veel aandacht aan te besteden. Ze zouden naar een hunnebed gaan
En ze hadden echt alles voorbereid. Ze waren alleen vergeten te vragen of de kinderen op het Hulebek mochten hollen. Dus de bus kwam aan, de deur ging open, de kinderen holden allemaal op de stenen. Tussen de organisatie van het Hunnebed en de school is het niet meer goed. Vervolgens heb ik gekeken, in die landelijke monitor zit een zestal punten wat verankering wordt genoemd. Die punten zijn naar mijn oordeel wel weer heel erg voorwaardelijk. Maar goed, we hebben daarmee een maat. En die verankeringsmaat die ga ik dan vergelijken met de verschillende schooltypen. De koplopers naar beneden, ik zie in het rood dat het niet zo goed te lezen is. Via deze berekening van Oberon Sardes, die dat uitvoert, is ook het speciaal basisonderwijs berekend. En ik heb dat geprobeerd, ik had niet precies dezelfde vragen. Het speciaal onderwijs is er iets positiever uitgekomen, omdat ik twee dingen niet helemaal kon enteren. Maar je ziet dat in het speciaal onderwijs er echt een voorhoede is, maar ook een grote groep achterblijvers. Ik vind dat op zich heel interessant, omdat die voorhoede dan als voorbeeld kan dienen voor de achterblijvers. Het is belangrijk om hele goede voorbeelden te hebben. Omdat ik die verankeringsmaat zo voorwaardelijk vind, heb ik ook gekeken naar een aantal in mijn ogen meer inhoudelijke punten die meer over de inhoud gaan. Vindt de school zichzelf deskundig? Is er een vakleerkracht? Het is het rijtje, bekijk het maar even. Bij de leerlijn en de methode merk je bij het speciaal onderwijs dat er vaak verwezen wordt naar de CED-leerlijnen. Dus dat is een heel bekend begrip wat gehanteerd wordt. Nou, ik ga stappen even door naar het resultaat. Als je op deze indicatoren kijkt, zijn er koplopers en is er een achterhoede. De koplopersgroep is kleiner geworden, maar het is echt een groep waar ik ook een aantal scholen van geïnterviewd heb, waarvan je kan zeggen, nou, die voeren het cultuuronderwijs echt prachtig in. Er is ook een hele groep achterhoeders. Die voorlopers, daar heb ik ook weer gekeken met welke indicatoren verschillen zijn nou met die achterhoede. En daar komen tot bij grote vreugde echt hele inhoudelijke dingen uit. Dus die voorhoede kijkt ook echt naar het creatieve proces, naar het vergroten van het denkvermogen, kijkt naar kunstzinnige vaardigheden, zoals ze dat noemen, evolueert daar ook op. Dus dat is het woord plezier, wat natuurlijk wel heel erg mooi is, valt dan een beetje weg. Dat delen ze wel met de anderen, maar het zijn juist de inhoudelijke punten. Ik heb hier nog een hele mooie foto. Dit is ik was in een klas met kinderen met autisme en die hadden tekenles. Nou, ik ben heel veel zwarte scholen vanuit Rotterdam gewend. Ik ben na een uur altijd weer blij dat ik naar huis mag. Nou, dit was een hele rustige omgeving. Kinderen hebben 2 uur getekend. En dit meisje kon achteraf precies vertellen, dit is mijn slaapkamer, daar slapen mijn ouders, hier eten wij. Dit is de keuken, dit is de tuin. En het was ook een prachtig kunstwerk, maar ik was weer verrast voor de zoveelste keer dat de kinderen dan echt helemaal precies weten waar wat staat. Ik heb ook nog naar de disciplines gekeken. Links staat weer de monitor, rechts het speciaal onderwijs. En ik schrok wel een beetje van de muziek, we praten vandaag over muziek en dans. Op 69% van de scholen zeggen ze dat ze iets met muziek doen. Maar dat kan dus ook een heel klein beetje zingen zijn, is een enkele keer maar instrumentaal. En dans staat nog veel lager. Vaak hoor ik ook in interviews van, nou, dans is moeilijk hoor in speciaal onderwijs. Terwijl er heel veel gesport wordt, dus dan wordt de voorkeur voor sport gegeven. En er is ook een club Special Heroes.
die juist de sport introduceert. Dat is heel succesvol. Die hebben ook aan de leerlingen zelf gevraagd, welke sport willen jullie? Stond voetbal bovenaan, snap ik nu meteen. En in die lijst van 20 sporten stond dans op de tweede plaats. Dus vraag je dan de leerlingen zelf, dan willen ze na voetbal toch echt wel dansen. Terwijl de scholen zeggen, nou, het valt niet mee, het zit op 41% die echt iets doet met dans. Relatie met de vrije tijd, was ik ook nieuwsgierig naar. Muziek, dans, theater had ik al even losgezegd van het Centrum voor de Kunst. Een grote groep zegt, nee, dat doen we helemaal niet. En een beperkte groep die die relatie legt. Want als ik dit vergelijk met de interviews, vind ik dit bijna geflatteerd. Want ik ben in de interviews heel weinig scholen tegengekomen die zeggen dat ze vanuit het onderwijs een relatie leggen met de vrije tijd. Omdat dan geld, bussenvoer enzovoort vaak een belemmering is. Terwijl juist die sportkant dat al opgelost heeft en zegt het kan wel. Nou, vanuit al die bevindingen heb ik maar eens een rijtje gemaakt van ik dacht, nou, dat is wel de kracht van het speciaal onderwijs. Bovenaan die vakleerkrachten in het reguliere onderwijs is dat 27%. Het schijnt weer een beetje te stabiliseren. In het speciaal basisonderwijs is het 34%. In het speciaal onderwijs zien we dus nog heel veel vakleerkrachten. Hoewel ik door fusies ook mensen hoor zeggen dat dat vaak het eerste is wat het bestuur dan weer bezuinigt. Leerlijnen, zei ik al, het CED is daar heel actief in. Die belevingswereld werd dus door de groep heel sterk genoemd. Ik kom zo nog tot een relativering ervan, maar ik heb het hier in het plaatje gezet. En in het speciaal onderwijs zie je nog heel vaak een beeldend lokaal of een muzieklokaal. Bij de zwakke kenmerken heb ik vervolgens gezegd, dus dat was een vraag, vinden jullie jezelf deskundig om kunstonderwijs te geven? Beeldend scoort dan nog redelijk hoog, muziek is al aanzienlijk laag. 20% van de mensen zegt dus dat ze als groepsleerkracht wel voldoende vertrouwen hebben dat ze dat vak kunnen geven. En 21% van de scholen is er na een bijscholing. Muziek hebben we al genoemd, die relatie met de vrije tijd. Ik telde in mijn vragenlijst dat 11% van de scholen voor het voortgezet onderwijs een CEP-kaart heeft. Die hebben dus dat zelf georganiseerd, want ze krijgen hem niet. De relatie met de ouders scoort heel laag. Dat was voor mij een grote verrassing, omdat ik dacht, het speciaal onderwijs is het ontwikkelingsperspectief van de kinderen zo belangrijk. Ik zie ook in alle documenten daarover dat je dat met de ouders moet bespreken. Dus ik dacht, nou, dan wordt is dat wel een linkje. Maar eigenlijk in de interviews hoor ik dat de scholen het ook moeilijk vinden om het ontwikkelingsperspectief vaak met de ouders te bespreken. Tot mijn verbazing zijn sommige, ik ben ook blij dat sommige ouders gewoon niet komen. Ik heb ook niet echt zin om met ze te bespreken. Dus die relatie met de ouders is niet altijd even sterk zoals je hoopt. Dus dat relativeerde voor mij wel dat ingaan op de beleving van de kinderen. We zeggen dat natuurlijk altijd heel erg makkelijk. Maar als ik vraag, in hoeverre is er dan, wordt er wat gedaan met de thuiscultuur van de kinderen? Ja, dan krijg ik ook antwoorden, ja, er wordt niet aan kunst gedaan. Maar goed, als je dan doorvraagt, wordt er altijd wel iets gedaan, maar dat vinden wij dan, of de leerkrachten, niet altijd iets wat kunst is. Dus die verbinding is wel een relativering. Over die culturele instellingen ga ik nu niet veel zeggen, want daar is ook wel heel veel te vertellen. Maken ze de goede programma's, weten ze wel precies voor wie het is. Die verbinding zou veel beter kunnen en er zijn minder relaties dan in het reguliere onderwijs. Nou, zo kwam ik vanuit de samenvatting, maar dit is allemaal nog een beetje nieuw, tot er moet beleid komen in de school. Eigenlijk moet die oriëntatie van het speciale onderwijs meer op het leven van de kinderen in de toekomst en op de vrije tijd. Ik ben 2 keer naar de inspectie geweest, ontzettend leuke gesprekken gevoerd met de directeur van het speciale onderwijs.
die zei, ja, wij richten ons op leren en werk. Zijn ook kinderen die nu lezen waarvan we 10 jaar geleden dachten, dat kunnen ze misschien niet. Maar de inspectie heeft ook opgeschreven, en dat zeggen ze ook, het is steeds moeilijk om stageplaatsen te vinden. Het is steeds moeilijk om die relatie met werk te... De sociale werkplaatsen zijn opgeheven. De dagbestedingen staat ter discussie. Dus er is iets in beweging, maar de inspectie durft niet de draai te maken naar wonen en vrije tijd. Terwijl juist daar dat cultuuronderwijs een belangrijke plek in zou hebben. Er werd ook onlangs gevraagd aan een van die hoofdinspecteuren, kun jij een school voorstellen zonder cultuuronderwijs? En die zei volmondig, nee, een goede school heeft goed cultuuronderwijs. Dus het begint eigenlijk toch echt met, lukt het om het cultuuronderwijs een plek te geven in het hart van de school, in de haarvaten? Waarom praat je, als je het hebt over het ontwikkelingsperspectief van een kind, niet met kunstenaars erbij, maar altijd met de orthopedagogen die natuurlijk heel veel problemen en belemmeringen zien. En de kunstenaars zien wat vaker de kansen. Nou, die regelingen heb ik voldoende over gezegd. De muziekimpuls, hè, het fantastische idee van Maxima. En het is haar toch maar gelukt om heel Nederland straks aan de muziek te krijgen. Dat wordt geregeld door het Fonds voor de Cultuurparticipatie. Die hebben ook laten zien de eerste 15 scholen die eraan meedoen. Dus ik dacht meteen even kijken of het speciaal onderwijs ertussen zit. Nou, zit er niet tussen, zit wel een school tussen voor speciaal basisonderwijs. Dus ik meteen weer bellen met de cultuurparticipatie. Die zeiden, ja, het zit er wel tussen. Ja, dus het fonds weet ook niet het verschil tussen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dus er is nog wat te doen. En ook natuurlijk in de vrije tijd, als je een cultuurcoördinator hebt zonder uren of ook niemand anders die iets regelt, dan is het ook heel erg moeilijk om die verbinding te maken. Dan zullen ook die culturele instellingen zelf vanuit die kant meer moeten doen. En die special heroes die dus het geweldig doen met sport, zou een geweldig voorbeeld zijn ook voor de culturele instellingen. Tot slot. Mijn beleving is dus ook echt in het hart van de school moet het veranderen. Dan moeten we ook met z'n allen zeggen, die regelingen zijn niet alleen voor regulier, die moeten ook echt gelden voor het speciale onderwijs. En kijk, als het lukt om het cultuuronderwijs steeds beter te hebben binnen de scholen voor speciaal onderwijs, dan worden de leerproblemen van de kinderen of de leerstoornissen waarschijnlijk ook meer zichtbaar. Tegelijkertijd hebben we dan natuurlijk ook veel onderzoek te nodig wat het betekent. En aan de andere kant, wat je kan met de kunstdisciplines om juist deze kinderen dingen te leren waarvan je ze anders niet die dingen leert. Dus in mijn ogen hoort de verandering in het hart en al die regelingen en onderzoek gewoon helemaal bij elkaar. Dus tot slot wil ik aan jullie allemaal een oproep doen. Mocht je op straat de minister tegenkomen, of iemand van het Fonds voor Cultuur, of de inspecteur, of iemand van de scholen, een directeur, of iemand van het bestuur. Die besturen zijn ook heel interessant. Ik wil ook nog veel over vertellen. Benadruk ze dan dat er veel onderzoek moet komen, zoals jullie allebei doen. Dat er ook heel veel regelingen moet veranderen, maar dat ook het speciaal onderwijs zelf zijn koers een klein beetje moet veranderen richting wonen en vrijheid.